Hoi, goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Dit is inmiddels mijn derde vlog. En zoals jullie weten ben ik in Groningen. Ik heb hier een nachtje geslapen. Echt heel slecht geslapen. Ik heb volgens mij bijna geen oog dicht gedaan. Ik heb wel een paar dromen gehad. Dus ik denk dat ik daardoor wel weet dat ik wel een beetje heb geslapen. Maar ik ben echt kapot. En ik zie er dus ook wel moe uit. Inmiddels lekker gedoucht en mijn haar gewassen. Ik ga even rustig ontwaken en dan me klaarmaken voor de casting die vanmiddag gaat plaatsvinden. Ik word daar om 3 uur verwacht, dus ik zal er wel iets eerder. Ik wil er iets eerder zijn. Dus ja, ik ga maar even een beetje aanstalten maken. Doei! Zo, nou, ik heb inmiddels mezelf zo goed als klaargemaakt. Ik heb mijn haar een klein beetje in de krul gedaan. Ik moet het nog uitkammen, maar dat laat ik liever nog heel even zitten. Lichte make-up op, niet te dik. Dat was ook de vraag vanuit het modellenbureau. Niet te veel make-up op doen. Dus dat heb ik gedaan, een klein beetje maar. En gewoon niks op mijn lippen eigenlijk, tenminste alleen balsem. Nou, wat oorbelletjes in. Nou, ik heb toch mijn eigen topje aangedaan, die dus wel inderdaad, je ziet het niet heel goed. Even kijken of die naar beneden kan, ja. Wijd is. En ik ben dus toch geslaagd in Delft voor een nieuwe zwarte legging. Die is lekker een beetje dik spul. Dus dat zit ook weer heerlijk over mijn lijf en zo. Ja, perfect. Dus ik ben helemaal blij. Ik ga mijn nieuwe pumps natuurlijk niet aandoen nog. Die doe ik pas aan als ik daar voor de deur sta. En ik denk dat ik er eigenlijk wel klaar voor ben. Ik heb niet lekker geslapen, maar nu ik zo bezig ben en mezelf zie, denk ik, nou, ik zie er wel een beetje moe uit. Maar ja, weet je, dat is nou eenmaal zo. Dus ik ga zo even inpakken weer en dan uitchecken. En dan kan ik lekker even ergens ontbijten. En dan vanmiddag rond 2:30 rijd ik daarheen. Het is niet in Groningen, het is net even... Een klein dorpje ernaast, of vlakbij, Leek heet het. Modellenbureau heet Promovision Models, geloof ik. Promovision Models. Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd en ik merk dat ik eigenlijk geen zenuwen meer heb. Ik had dat gisteren natuurlijk wel echt heel erg, dat misselijk werd zelfs. Maar dat heb ik nu eigenlijk helemaal niet. Ik heb eigenlijk er heel veel zin in. Ik kan eigenlijk niet wachten. Ja, we gaan het zien. Oké. Doei. Nou, ik sta op het punt om te gaan. Mijn haar toch lekker een beetje gedaan met wat spulletjes erin. En toch nog ook nog even een blazertje aan. Want ja, ik vind het echt veel te koud dat truitje. Nou, ik ben er klaar voor. Ik heb er echt heel veel zin in. Even ontbijten. Nee, uitchecken, ontbijten. En dan naar Leek. Doei. Nou, ik ben... inmiddels aangekomen. Ik ben er bijna volgens mij. En ik heb mijn hakken natuurlijk in de auto net even aangedaan. En dan ga ik zo naar binnen. Ik was echt weer heel erg zenuwachtig daarnet. Maar inmiddels is dat eigenlijk al weer minder. En ik heb er gewoon heel veel zin in. Oké, nou, volgens mij ben ik er. 5 en ja, oké, doei. Nou, ik kom dus net van het kantoor bij Promovision. Het was echt een heel leuk gesprek. Ze gaan me wel ook koppelen aan een ander bureau dat wel van hen is, een soort van samenwerken. Omdat die meer gericht zijn op commerciële modellen. En ze zagen toch wel meer ook, en gezien mijn leeftijd, van ja, dat past toch wel wat beter bij je. Promovision doet meer gridwerk en zo. Dus echt jonge modellen die dus op een circuit staan in Zandvoort bijvoorbeeld. Of op andere promotiewerk doen op beurzen. Dus zij gaan eigenlijk daar contact leggen om mij daar voor in te schrijven. En dan is het meer, dan kan het bijvoorbeeld ook voor skincare zijn, maar ook iets van presenteren. Ze zeiden ja, we zien jou eigenlijk wel iets presenteren. Dus ja, het was heel erg leuk. Ik heb allemaal vragen, er werden wat foto's gemaakt en het was eigenlijk zo voorbij. Dus ik ben heel erg blij en nu ga ik lekker samen met mijn vriend Groningen ontdekken. En ik kreeg ook een hele leuke tip van een heerlijk restaurant. Alleen wist ze niet
de naam, maar ik weet dat het op het echt midden in het centrum zit in Groningen. Een blauw gebouw met een glazen dak. Dus daar ga ik even naar op zoek. Zit vlakbij de drie zusters. Dus dat is wel leuk dat je van die tips krijgt. Ja, ik ben helemaal blij in mijn nopjes. Oké, later. Nou, inmiddels ben ik weer terug uit Groningen. En ik heb echt heerlijke dagen gehad daar. Of dagen, eigenlijk gisteren de hele dag en vandaag ook nog in Groningen geweest. Ja, die casting gisteren, ik vond het echt heel erg leuk. Ik was daarna echt helemaal blij. Gewoon. En ja, dat heeft gewoon met meerdere dingen ook te maken. Dat ik het ook gewoon heel tof vind om nieuwe dingen te doen. En dat ik het niet alleen denk, maar dus nu ook gewoon doen. En ik denk dat dat ook het stukje is waar ik wel nerveus voor was. Gewoon nieuwe dingen doen. En ik ben vandaag bijvoorbeeld helemaal niet nerveus meer of zo. Maar ik denk wel dat dat iets is wat hoort bij nieuwe dingen leren. Of een ander pad inslaan. En dat, dat is eigenlijk ook natuurlijk heel erg leuk. Ja. Nou ja, dus we hebben een lange rit gehad wel. Het is natuurlijk 3 uur rijden ongeveer. Of 2,5. Nou, nog even stoppen hier en daar. En gisteren zijn we lekker gaan eten bij een tapasrestaurant. Dat was echt heel erg lekker. Maar ik was ontzettend moe, want ik had heel erg slecht geslapen. En toen heb ik vannacht dus weer niet zo heel lekker geslapen. Dus ik ben echt op. Het is nu nog vroeger 9:30. En dan ga ik lekker zo douchen en lekker naar bed. En dan wil ik, als ik morgen fris en fruitig ben, dan wil ik eigenlijk gewoon ook een wat langer ingaan op de casting en hoe het daar ging. En ook wat het met me doet, moet ik zeggen. Want er gaan wel wat dingen door me heen. Wat ik wel leuk vind ook om te delen. Dus ja, ik ben heel erg moe. Dat kun je ook wel zien. En ik ga lekker even douchen en dan ga ik lekker naar bed toe en lekker slapen. Oké, ik zie jullie morgen. Doei! Nou, inmiddels een heerlijke nacht achter de rug en ook dus een energieke dag. Ik heb vannacht heel erg lekker geslapen, achter elkaar door. Ik denk iets van 9,5 uur, zeg ik dat goed? Ja. En gewoon achter elkaar, dus dat, nou ja, dat doet een mens. En ja, in ieder geval doet dat mij echt heel erg goed. Ik heb het heel erg leuk gehad in Groningen. Groningen is een hele leuke stad, dus een aanrader. Ook om te shoppen, maar ook wel lekker om te wandelen. Allemaal leuke kleine boutiquejes. Ja, aanrader. En goed, het slapen. Ik heb daar niet heel erg lekker geslapen. En dat deels kwam dat door een hotel, het eerste hotel. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, dat het komt ook gewoon door de energie die door mijn lijf stroomt. En de adrenaline misschien ook. Ik merk dat ik de laatste 2 weken best wel nerveus ben. Of dat speelt ineens op. En ik, ik merk dat ik nieuwe dingen doen. Toch wel spannender vind dan ik misschien had verwacht. Tegelijkertijd, wat ik daar leuk aan vind ook, is dat het me terugbrengt eigenlijk naar mijn tienerjaren, waarin alles nieuw was en je alles voor het eerst deed. En dan was je ook wel eens nerveus en dan vond je ook iets heel spannend. En eigenlijk herken ik dat wel weer een beetje. Dus dat geeft me ook wel weer heel veel vreugde. Maar het is ook wel vervelend, want ik donderdag bijvoorbeeld was ik zo nerveus dat ik echt er misselijk van werd. En toen dacht ik echt, oké, stop hiermee. En als ik terugkijk, denk ik, ja, het is echt wel een hele leuke ervaring geweest. Ik ben bij het modellenbureau geweest. Ja, daar wil ik toch even wat dieper op ingaan. Het is eigenlijk een soort kennismaking / sollicitatiegesprek. Aan de hand van dit gesprek gaan ze eigenlijk, gaan ze nadenken over of ze je überhaupt in het bestand willen opnemen. En als ze dat dus gaan doen, wat voor opdrachten erbij je zouden passen. Nou goed, ik kwam daar binnen. Ik werd ontzettend leuk ontvangen door 3 jonge dames. En we raakten in een heel leuk gesprek. Er werden natuurlijk ook ondertussen vragen gesteld. Die op werden geschreven. Maten werden opgemeten. Nou ja, leeftijd. Lengte werd gemeten. Dus ze hadden wel zoiets van, nou dan is er een ander bureau waar we mee samenwerken. En daar zullen wij dan contact mee opnemen. Om jou dus daar voor te stellen of voor te leggen. En die doen meer dus commerciële dingen. Dus ik zei, kan je een voorbeeld daarvan noemen? Het zei ze, nou bijvoorbeeld iets van skincare. En toen dacht ik, nou, dat zoiets vind ik dan wel leuker. Zeker weten. Dat is ook misschien meer de hoek waar ik in zoek.
toen vroegen ze eigenlijk ook wel van, of ze zeiden eigenlijk tegen elkaar ook van, ja, iets van presenteren, dat zien we eigenlijk ook wel doen. En daar werden ze allebei, of alle drie zeiden ze wel van, oh ja, ja, inderdaad, dat past ook wel bij haar. Dus toen, ja, toen dacht ik zelf eigenlijk ook wel van, nou, dat zie ik zeker zitten. Ik denk wel dat ik dat, nou, kan en eigenlijk ook wel plezier uit zou kunnen halen. Dus dat werd ook wel opgeschreven. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ze gaan contact met mij opnemen natuurlijk, van hoe nu verder. En ook of ik dan bij dat andere bureau ingeschreven ga worden. En ja, het was heel erg leuk. En ik merkte ook daarna viel er ook iets soort van, nou ja, een spanning van me af. En ik heb ook heerlijk ontspannen, moet ik zeggen. Maar dan merk ik toch wel, oké, dit doet gewoon wel heel veel met me. Ja, dus al met al, ik heb echt een hele leuke dag gehad in Groningen. Ik vond de casting heel erg tof om mee te maken. Ondanks alle zenuwen en de spanning die het met zich meebrengt, ik heb hier echt heel erg van genoten. Tegelijkertijd kijk ik ook uit naar mijn volgende casting. Of tenminste, ik ben uitgenodigd bij een ander modellenbureau. Dat heet, Gallucci. Het zit in Limburg. Dat gesprek kijk ik heel erg uit. Zij hebben mij uitgenodigd. En via de mail hebben zij gezegd, we zouden je graag willen opnemen in het bestand. Maar voordat wij dat gaan doen, willen we een online meeting. Dus die staat gepland op 6 februari. En dan bij het derde modellenbureau ben ik natuurlijk ook uitgenodigd. En daar, ik ben de naam even vergeten van dat modellenbureau. Brand Models, denk ik. Models Included, zoiets. Zij willen ook graag een gesprek met mij. Het enige is wel dat zij voorwaarden stellen aan mensen die geen ervaring hebben. Dat ze een cursus volgen. Nou, die cursus zou dan kost €120, zoiets. Daar moet ik me nog even iets in verdiepen. Dus ik probeer het gewoon ook een beetje uit te spreiden en te doseren. Zodat het ook behapbaar blijft en ook leuk blijft om dit allemaal te doen. Dus dat, ja, de eerste casting zit er dus op. En op naar de tweede. Ik heb daar ook heel veel zin in. Ik ga deze vlog afsluiten. En ik kijk ook alweer uit om aankomende week mijn vierde vlog te gaan maken. En ook te bewerken. Dus heel erg bedankt voor het kijken weer. En jullie kunnen me vrijdag weer zien om 12:00. Doei!